Halverwege de laatste bocht, en die komen zo dadelijk ook weer uit, is er een gigantische strijd gaande tussen Hulk Vrijenes aan de binnenzijde en Imel Okanje aan de buitenzijde. Dat zijn nu de eerste drie paarden, de eerste twee paarden met erachter Aiglos, en de rest zal Pegasus vleugels moeten spreiden. Maar Hulk Vrijenes heeft vooralsnog de leiding met Jaapieter Stal. Daar komt nog één laatste poging van Imel Okanje. Die komt dichter en dichterbij, erop en erover. Imel Okanje op de lijn, met op de tweede plaats Hulk Vrijenes, en daarachter op afstand op de derde plaats Aiglos. Martin, hoe lijkt het? Ja, Rogier, we krijgen groen licht. We kunnen gaan huldigen. Imel Okanje en Willem Brouwer gingen rond in 1:22.5. Imel Okanje en Wim Brouwer winnen 3 jaar deze bruine Merrie Riozak uit Nomi November. Gefokt door de heer Joyeun, bezit van stal PD. Bas Krebas, de trainer, en Wim Brouwer, de winnende rijder. Namens de NAC, Hans Innigen met een prachtige ereprijs. We danken de Nederlandse Amateurrijdersclub voor hun financiële bijdrage aan deze meeting. Zonder hen hadden we dat niet kunnen doen. 3 amateurkoersen. De eerste is voor Wim Brouwer, de man die meestrijdt om de titel in Nederland. Wim, gefeliciteerd. Ik heb 2 paarden gezien die zich liever dood vechten dan dat ze zich gewonnen geven. Ja, dat waren deze 2. Ja, Hulk was een taaie noot om te kraken. Maar ja, het is een vrije nes en het is een Hulk. En Jaapie zit op de kar, dan zijn 3 taaie noten. Ja, precies. Maar ja, je kraakte ze. Ik vond het een bijzondere verrichting, al stond hij natuurlijk wel wat lichter dan normaal. Ja, daarom. Dit is een klassiek paard natuurlijk. En Hulk zeker niet onderschat. Maar ik zag het rondje ervoor dat Hulk zat tegen de kar aan met zijn achterbeen. Dus ik denk, ja, als ik hem onder druk zet, misschien dat hij daar last van heeft. De start van de rennen is over 15 minuten. De paarden worden in de paddock gevraagd. Heel mooi, Wim. Tactisch sterk. We gaan in de handen voor geweldige winnaars van de Nederlandse Amateurrijdersclubprijs. En dat zijn geworden Imel Okanje, Wim Brouwer. Paard met een groot hart, dat mag je gerust zeggen. Geweldige strijd, en het pakt uit in het voordeel van Willem Brouwer. De man die op dit moment derde staat in de strijd om de titel. En hiermee dus zeer goede zaken doet. Wim Brouwer, Imel Okanje. Honderd meter nog. 50 meter. 30 meter. Start gevallen. Paarden zijn gestart. En het is na de start aan de binnenzijde Aiglos die eruit wordt gelopen door Heuwings Win-Win. En Heuwings Win-Win neemt de leiding. En daar komt aan de buitenzijde opzetten nummer 8 Gently Boko. Gently Boko wil op zijn beurt de leiding overnemen. Op haar beurt moet ik dan zeggen. Mart Blankendaal stuurt naast Erik van den Berg, maar Heuwings Win-Win wil de leiding niet afgeven. De paarden zijn in de eerste bocht en gaan nu af op de overzijde van de baan. Met Heuwings Win-Win een halve lengte voorsprong op Gently Boko. Aiglos ligt derde. En daarnaast is het dan aan de buitenzijde Hulk Vrijenes. Zo gaan we dan af op het punt halverwege de rechte lijn aan de overzijde. Maak ons alweer op voor de nooddoorbocht. Met aan de kop Heuwings Win-Win. Heuwings Win-Win, maar die krijgt nu wederom een aanval van Gently Boko. En die drukt door. Gently Boko neemt nu zelf de leiding over. Een halve lengte voorsprong genomen. Op de tweede plaats is het Heuwings Win-Win. Daarachter komt op de derde plaats Hulk Vrijenes. En aan de binnenzijde volgt dan Aiglos. Dat zijn de best geplaatste paarden, met erachter dan Dravalist en Imel Okanje. Verderweg Hidden Greenwood en laatste In My Mind. Paarden zijn weer in de rechte lijn voor de tribune. En Erik van den Berg die probeert de leiding vast te houden met zijn Heuwings Win-Win. Maar daar komt wederom Gently Boko. En wederom neemt Gently Boko de leiding over. Gently Boko doet dat nu overtuigend met een volle lengte voorsprong. Naar de tweede plaats gaat Hulk Vrijenes en dan Heuwings Win-Win. Verderweg in het veld volgt dan Imel Okanje met aan de binnenzijde Aiklos en daarachter Dravalist. Aan de buitenzijde komt In My Mind nu naar voren. Laatste van het peloton is Hidden Greenwood. En zo komen de paarden dan de Klingendaalbocht alweer uit en zijn op weg naar de overzijde van de baan. Hulk Vrijenesse heeft de leiding en heeft een lengtevoorsprong genomen op Imel Okanje. Teruggezakt naar de derde plaats is nu Gently Boko. We hebben al wat leiders gehad in deze koers. Daarachter volgt een Aiglos met Heuwings Win-Win. Dan volgt Dravalist met In My Mind. En laatste van het peloton is Hidden Greenwood. En zo zijn de paarden alweer aan het einde van de overzijde. Gaan nu de nooddoorbocht in met Hulk Vrijenesse die nog altijd leidt. Hulk Vrijenesse die heeft het commando bij het indraaien van de bocht. En aan de buitenzijde stuurt Willem Brouwer Imel Okanje
Oranje nu schuin naast de leider. Spannende strijd om de leiding als de paarden weer in de rechte lijn voor de tribune zijn. En zo dadelijk zich gaan opmaken voor de laatste ronde in de Nederlandse Amateurrijdersclubprijs. Met aan de leiding nog altijd Jaap ter Stal met de Hulk Vrijenessen. Willem Brouwer en Emil Oranje die volgens Samantha Stolker en Aik Los zijn derde. Dat zijn de leidende combinaties met Heuwings, Win-Win en Erik van den Berg in vierde positie. En het leidend kwartet wordt dan gevolgd door het tweede deel van het pelotonnetje. Aangevoerd door Gently Boko, die moet lossen. Dat geldt ook voor Dravalies. Dan volgt In My Mind. En laatst is nog altijd Hidde Greenwood. En voor de laatste maal zijn de paarden aan de overzijde van de baan. Daar gaat Hidde Greenwood vanaf de laatste plaats nu naar voren. Passeert de rest van het pelotonnetje waarin het lag. Maar heeft nog een heel groot gapend gat te overbruggen. Tot de vier koppaarden als de deelnemers einde overzijde komen. En wordt daar de leiding nu overgenomen door Emil Oranje. Hulk Vrijenessen wordt nu verwezen naar de tweede plaats. In derde positie is het Aik Los en vierde is Heuwings Win-Win. Dat is de situatie als we nu de laatste bocht in zijn gegaan. Halverwege de laatste bocht en die komen zo dadelijk ook weer uit. Is er een gigantische strijd gaande tussen Hulk Vrijenessen aan de binnenzijde en Emil Oranje aan de buitenzijde. Dat zijn nu de eerste drie paarden. De eerste twee paarden met erachter Aik Los en de rest zal Pegasus vleugels moeten spreiden. Maar Hulk Vrijenessen heeft volgens nog de leiding met Jaapie ter Stal. Daar komt nog één laatste poging van Emil Oranje. Die komt dichter en dichter bij erop en erover. Emil Oranje op de lijn. Met op de tweede plaats Hulk Vrijenessen. En daarachter op afstand op de derde plaats Aik Los.